in het akkoord zelf is er veel aandacht besteed aan het vraagstuk van milieu. Verder is er aandacht besteed aan de bestuurlijke orde die daarvoor nodig is. Verder hebben we ons bezig gehouden met wat er op het gebied van educatie moet gebeuren. Er is ook veel aandacht besteed aan de voortzetting van het ingezette sociale beleid. Het sociaal akkoord en onverkort worden voortgezet. Verder hebben we gekeken naar wat er concreet kan gebeuren in onze buitenlandse politiek. En we hebben aandacht besteed aan de manier waarop wij ons staatsapparaat kunnen verdiepen. Hip, 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 hip! Leve de Republiek Suriname! Leve de president, leve de NDP, leve Doel, leve de Surinaamse natie. Op een welvarend Surinaamse natie en leve de BEP. Voor onze partij is het belangrijk, de drie K's. De K's van kennis, van kunde en karakter. We geloven dat kennis van belang is, anders kun je een land niet besturen. Dus je hebt de mensen nodig die inderdaad geschikt zijn om het te doen. Maar je hebt ook kunde nodig, de vaardigheid. Je hebt ook de mogelijkheid of de attitude nodig waarbij je die kennis ook op een correcte manier overdraagt. En dan karakter. En voor ons is karakter bijzonder belangrijk. Omdat karakter kennis en kunde draagt. En als er geen karakter is, dan hebben we een probleem. En ik denk dat op die manier ook tegen de doelparticipatie in deze regering mag kijken. Als wij de programma naast elkaar leggen, dan zie je ook dat de BEP en Doel gelijkgerichte ontwikkelingsvisie hebben. En dat maakt dat het zo aan elkaar komt klinken. Ik denk dat wij als BEP ervoor gaan. En wij zullen het volk zeker niet teleurstellen. En wat dat betreft staan wij garant voor integer beleid, visie en dat wij zeker dit volk en dit land vooruit zullen stellen. De voorzitter van de NDP, heer president, Desiree de Wanneer. Wat is er zo historisch aan deze dag? Het is het simpele feit dat wij in Suriname weten dat er een aantal zaken gebeuren, maar we durven het niet aan te pakken. We weten het en we stoppen ons hoofd in de grond als struisvogels en vaak door de politiek gegeven durven we een aantal zaken niet te doen. En ik ben de voorzienigheid dat hij me kracht mag geven, gezondheid mag geven, tijd kan geven. Nu ik een paar mensen gevonden heb die gezamenlijk dit land daadwerkelijk op spoor willen zetten. We hebben het al duizenden keren bezongen. Was op Peter Takomobo, die moest zitten konden boom. Maar dat is allemaal lippendienst geweest. En samen denk ik, met de ondersteuning van Surinamers volk, met de grote ondersteuning van de coalitiepartners, met de inzichten gegeven door de sociaal-maatschappelijke groeperingen en met de kracht van de Allerhoogste, wie Rosetta Condemnis Boom. Het is all hands on deck. Het is geen kwestie van Bouterse Adin. Het is een kwestie van wij Surinamers. En ik hoop niet dat u denkt van ja, aan een beetje aan. We zitten allemaal in de boot. En ik kan niet zeggen, die zou boter zo aan een beetje aan boter. Want je was zo moet doen. We zitten allemaal in de boot. U moet ook, u moet ervoor aan wat raken. U moet helpen hozen. Ik had even dat je was doen naar plek, wie zou plek vader nog meer pa. Dus dat is de essentie achter het geheel. Dank u.